Hallo allemaal. Mijn naam is Helen Hol en ik ben al 4 maanden een dichter. En ik lees 2 korte gedichten. En de eerste heet Doelen zijn appels. Doelen zijn appels. Doelen zijn richting. Als jij mocht bepalen wie er mag kiezen, denken of voelen. Keuzes beraden, winstdoelen halen of buikadem halen. Kiezen is missen, niet kiezen verliezen. Doelloos is willoos, willoos is down. Voelen brengt doelen als goudgele appels. Goudgele appels zijn welkome doelen. Wijzen de richting om beter te voelen. Mijn tweede gedicht heeft nog geen titel. Dus als je daar een idee voor hebt, hou ik me aanbevolen. Heb jij dat soms ook? Een prangend verhaal. Dat stoomt als het wolkje boven je thee. Als een mistige tekstballon hunkerend naar aandacht. Smachtig, onmachtig, brandend. Door de hitte bedremmeld, verdrempeld, verlegen wachtend. Op aansporing door dat ene slokje als rake vraag. Die de schichtige onrust verdrijft, de vluchtige zinnen bevrijdt voordat het te laat is. Want voor je het weet, verstrijkt het moment en vervliegen de woorden als damp ongehoord. Dus kom alsjeblieft met die vraag. Drink jij met mij? Dank je wel.